Het welkom. Ook broeders en zusters die met ons meeluisteren door de kerktelefoon. Ik hoop dat de Heer ons een gezegende bezinningsavond geeft, voorafgaand aan de viering van het Heiligavondmaal in onze gemeente. En ik stel u voor dat wij beginnen met het zingen van Psalm 95, vers 1 en 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heer de rotsteen van ons zeil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden, Psalm 95, vers 1 en 4. een lofgedicht en blij de psalmen jeugd groeten want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil bijden. Zo geest en stem dan heden. Wij willen samen de heren bieden om zijn zo nodige zegen over deze samenkomst. Getrouwe en barmhartige heren in de hemel, tot u komen wij aan de avond van deze dag, nu we hier bijeen zijn als broeders en zusters van de Pniel-gemeente in een bezinningsuur voor het heilig avondmaal. En wij bidden u, heren, dat wij het als een voorrecht mogen zien. Dat we ook op het Weekse dag bijeen mogen komen rondom uw woord. We mogen u danken voor de vele zegeningen die u geeft, ook gemeentelijk. Dat wij ons mogen bezinnen op uw grote daden. We leven in adventstijd. En ook dat is een punt van grote betekenis dat wij heen leven naar de herdenking van uw komst in het vlees. O Zoon van God, gezegende Heer Jezus Christus, wij bidden u, geef dat we de rijkdom daarvan mogen zien. Dat u arm geworden bent om armen rijk te maken in u en met u. En wij bidden u, laten wij ook oog hebben voor het voorrecht dat we dat hier mogen gedenken. En dat we ook ons mogen bezinnen in het bijzonder vanavond op de avondmasttafel die wel daar weer er zal zijn. Heren, wij bidden u, wilt u uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord openen. Het is uw getuigenis. Het is de boodschap van de goede Herder die gekomen is om het verlorene te zoeken. En die van zijn liefde en offere van zijn trouw en liefde ook verzekering wil doen bij het sacrament van het Heilige Avondmaal, bij brood en wijn. Wij bidden u, Heere, geef dat we daar ook in ons gebed en in ons geloofsleven mee bezig mogen zijn. Dat wij het als een voorrecht zien dat uw nodiging uitgaat. En dat u ons wilt sterken vanuit uw woord. En ook door de bediening van het heilig sacrament. Heren, wees in ons midden ook vanavond. Wanneer wij daar ook mogen letten. Wanneer wij mogen zien ook vanuit dit woord. Wie u, Heer Jezus Christus bent. Als de goede header die zijn leven gesteld heeft voor de schapen. En die ook zegent met leven en met overvloed. Geef dat u die er in alle duidelijkheid en op pastorale wijze uw boodschap mag vertolken. En geef ons tezamen hier in de kerk en ook met hen die mij meeluisteren een gezegende dienst tot eer van uw naam en tot heil van ons allen. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen Gods woord uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 10, vers 1 en 2. En vers 10 tot en met 13. En vooral vers 10 tot en met 13 zullen we aandacht krijgen in de meditatie vanavond. Allereerst vers 1 en 2. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: wie de schaapskooi. Niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Dan lees ik weer in vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling in wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Laten we nu eerst met elkaar zingen, Psalm 23, alle drie coupletten. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En wat er verder volgt in dit rijke Herderslied. Psalm 23.

Directe aansluiting op het gesproken woord willen wij Psalm 75, vers 1 zingen. Psalm 75, vers 1. Broeders en zusters, de goede heder en de avondmaalstafel, dat is een mooi, wondermooie combinatie. Het gaat om één en dezelfde boodschap. De goede herder is degene die zijn leven ten offer geeft voor de schapen. Nou, dat is ten diepste ook de boodschap van het heiligavondmaal. Brood en wijn spreken over hem die zichzelf opgeofferd heeft aan het kruis. En een tweede verbindingspunt... De goede herder is gekomen om leven en overvloed te geven aan zijn schapen. Nu, dat wordt bevestigd aan het avondmaal. De, die tafel die spreekt van leven en van overvloed bij de Heer Jezus Christus. Het beeld van de herder van de schapen komt in de Bijbel dikwijls voor. Nog maar kort geleden hoorden we bij mannen van Dominee Mulder die preek over Psalm 23. Een headder is iemand die de schapen leidt en die alle zorg aan hem besteedt. Wat dat betreft verschilt een headder radicaal van een dief en van een huurling. Een dief steelt en, en, en die slacht. Een huurling. Die werkt alleen maar voor de kost en die heeft geen bijzondere band met de schapen. Heel anders is de figuur van een herder. Van de herder, de goede herder, die met een stevige hand zijn kudde hanteert. En dan maakt de Heer Jezus als de goede herder aanspraak op het herderschap. Want hij ontving die goddelijke opdracht om zijn schapen te wijden. Hij is de herder met het herdershart. Zo is hij door de Vader gezonden. Zo is hij de kerstnacht op de aarde gekomen. Zo wordt, wordt hij door de, de Heilige Geest bekwaam gemaakt om het ambt van herder te bekleden en te bedienen. En zo neemt hij zijn herderswerk waar. Met het hart van een herder van de herder. Ik ben de goede herder, spreekt Jezus. En dat blijft niet bij woorden. Hij toont het in de praktijk. Wanneer dan? Denkt u even aan de gewone herder hier op aarde, die kan te maken krijgen met wolven. Dat is een levensgevaarlijke bedreiging voor de kudde en ook in ons land doen ze tegenwoordig hun verscheurend werk, helaas. Maar een heder die uit het goede hout gesneden is, die zet zich ervoor in om de schapen te beschermen, in uiterste gevallen ten koste van zijn leven. Zo ging dat althans in die oud-oosterse wereld. En letten we nu eens even op de Goede Herder, op de Heer Jezus Christus. Hij stelt zijn leven voor de schapen. Hij maakt zijn woord waar. Wanneer hij in Gethsemane geworsteld heeft, dan zijn de schapen van zijn kudde op gepakt. En dan zijn ze o oh zo bang, maar de Goede Herder die spreekt het dan. Met koninklijke waardigheid, indien u dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij zet werkelijk zijn leven voor hen in. Hij heeft het er voor over. Hij geeft het met de daad voor zijn schapen. En moet u dus opletten hoe hij sterft aan, op Golgotha, aan het kruis houdt. Ten buiten van zondige mensen. Zoals u en ik toch zijn. Ja toch, dat beleiden we toch. En daar beleven we toch hopelijk ook iets van. Hij is gestorven om ons te verlossen van zonde en van schuld. En zo droeg hij de straf die wij verdiend hadden. En wat opmerkelijk, juist als wij zo heel persoonlijk die zondersnaam leren... Onderschrijven, daar is vaak heel wat strijd voor nodig. Maar als we dat echt leren inzien, onze strafwaardigheid erkennen, ja, dan is dat maar de ene kant van het verhaal, een belangrijke kant. Maar dan wordt de Heer Jezus voor ons zo onmisbaar en zo lief dan richt de Heilige Geest onze geloofsblik op de Zaligmaker... die het aan het kruis heeft uitgeroepen. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo gaat het wonder voor ons open dat de Goede Herder zijn leven gaf voor onze verlossing en onze verzoening... opdat wij tot God genomen... en nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Wie moet het hier niet uitroepen? Liefde boven alle liefde. En wie is die goede herder nu voor u, voor jou? Het echte geloof... dat is altijd op de Heer Jezus Christus gericht. Want tot de Vader komen we alleen door Hem die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En door de dood van Christus is voor doodschuldige kinderen van Adam het leven bereid. Is het geen wonder van goddelijke ontferming? En wil de Heer ons leren, op zijn leerschool, om het leven buiten onszelf te zoeken, dat ware leven. Het leven in Christus te zoeken en dat altijd maar weer. En zo komen we weer bij het heilige heiligavondmaal uit. De Heere laat ook de avondmaalstafel aanrichten om dit geloof te versterken. Christus komt tot ons in de tekenen van zijn dood. Opmerkelijk, hè? De herder als het lam dat geslacht is. En zo. Zo ver is hij in zijn liefde gegaan. Hierin hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. Dat is schokkend en dat is verblijdend. Hij schenkt vrede en vreugde. Het avondmaal is inderdaad een vreugdemaal. Wij vieren bij het avondmaal het feest van zijn liefde. Nee, we vieren dat niet in een oppervlakkige uitgelatenheid, zoals op wereldse feesten vaak de toon aan geeft. Maar in een diepe verwondering en vol van aanbidding. En nu wil ik er even een verhaal tussendoor vertellen. Een verhaal dat ik vanmiddag hoorde. En het, ik, ik noem een ernstig zieke. Ik zeg erbij dat ik het met toestemming van die persoon hier vertel. Doet het er niet toe die het, wie het is. Het is iemand uit de andere gemeente... die ik destijds als beleidingscatechisant mocht hebben. En deze jonge vrouw is zeer ernstig ziek. En ze mocht afgelopen zondag in de gemeente waar ze toe behoort... het heiligavondmaal vieren. En wat schreef ze aan de avond van die zondag? We kregen het vanmiddag door, via via... En met haar medeweten. Ik heb uitgekeken, schrijft ze, naar deze zondag. Gebeden dat ik naar de kerk zou kunnen komen. om welkom te zijn aan de tafel van Jezus. En God gaf het. Hij gaf zoveel, alles, alles was vreugde. In de Bijbelversen, in de psalmen, in het brood, in de wijn en in de prachtige zonsopkomst. Vertrouwen op God. Je leven, je dood, het eeuwige leven in zijn handen leggen. Het kan zo moeilijk zijn, maar hij heeft alles al gedaan. En hij geeft vreugde, dat schreef ze allemaal. En toen ik haar aan het begin vanavond aan de telefoon had, zei ze, en die vreugde is nog doorgegaan tot op dit ogenblik, is ze niet geweldig. Rijk. Het is niet alleen een vreugde wanneer het ons voor de wind gaat, maar in de grootste smarten. Blijven de smarten van de oprechten in de Heere gerust en mogen ze verwonderd zijn over zijn genade en is het avondmaal een vreugde voor de, de viering. En dan klinken bij het avondmaal telkens weer die ontroerende woorden. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dit is het evangelie van zijn zelfopofferende liefde, die wederliefde oproept en die ons doet uitroepen. Gelooft zij deze herder, onze herder, mijn herder. Wat groot, dat arme zonderen tot Christus mogen komen, de goede herder, dat ze tot hem genodigd worden. Hij ze door de kracht van zijn woord en geest tot zijn gemeenschap, dat allereerst. En wie tot hem komt, die wordt ook, al kan het door veel strijd heen gaan, als met magnetische kracht tot zijn tafel getrokken. Zo hebben we toch alleen een ander gehoord over die goede herder. En wat hij allemaal voor zijn schapen over heeft, ontzaggelijk veel. En er is nog veel meer goeds over hem te zeggen, namelijk wat hij aan zijn schapen geeft. In vers 10b hebben wij gelezen: Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben en overvloed he hebben. Opvallend is dat telkens weer dat woordje: ik zo nadrukkelijk doorklinkt in dit gedeelte. Als wij zoiets doen. Nou ja, dan is dat toch zeker niet zo mooi. Mensen die altijd hun ik op de voorgrond stellen: ik ben zus en ik doe dat, ik weet dit en ik kan dat, Ach, laten we eerlijk zijn, die stuiten ons toch wel wat tegen de borst. De Heer Jezus Christus stelt ook zijn ik op de voorgrond, maar het trekt ons juist aan. Dat hoop ik tenminste. Want van Hem moeten wij nou al ons heil hebben. En dat geldt niet alleen in een week van voorbereiding, maar ons hele leven door. Bij de Evangelist, u hebt dat ligt meerdere woord. bij de Evangelist Johannes, dan lezen we telkens die Ik-ben-spreuken: Ik ben het licht der wereld. Ik ben de ware wijnstok. Enzovoort. En in dit gedeelte. Ik ben de goede herder en ook ik ben de deur. En bovendien, ik ben gekomen en er volgt het doel van dat gekomen zijn. Broeders en zusters, als het één is die zijn ik naar voren mag plaatsen, dan is dat wel onze Heer Jezus Christus. Hij is de eerste. We moeten er dus op letten. De, de hoogheid van de naam van de heren, die verbondsnaam die we met allemaal hoofdletters schrijven, dat die naam is, ik zal zijn die ik zijn zal. En dat klinkt hierin door. Dat gesprek met de Joodse leidslieden, dat eindigt met een zeer overtuigend, ik en de Vader zijn één. Dat ik krijgt de volle nadruk bij de Heer Jezus en daar is al een reden voor. Ik ben gekomen. Wat past dat woord op het ogenblik, in deze Adventsweken en ook op het Kerstfeest? Jezus Christus is gekomen, eenmaal als het kind te Bethlehem. Gij komt van al zo hoog, van al zo ver, zingen we dan wel eens. Hij is gekomen in de wereld met de bedoeling zonder er zalig te maken. Te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed, leerden we daar vroeger. Gekomen in de wereld, ja, en nu, nu is hij de verhoogde heiland aan de rechterhand van zijn vader. En nu zegt hij: Ik ben gekomen om zijn aanwezigheid aan te duiden. Ik ben gekomen, zegt Jezus, met andere woorden: Hier ben ik. Zo wordt de Heer Jezus Christus door woord en geesten ons verkondigd als de waarachtige verlosser. En daartoe dient het Heiligavondmaal. Het verzekert ons ervan dat hij gekomen is. En de gekomenen zegt: ik ben, niet, ik, ben niet, ik ben niet ver van mijn schapen. Ik loop voor hen uit. Ik koop een baar mee aan hen. Hij komt tot zijn kudde in de bediening van woord en sacrament. En zo komt hij binnen de gezichtskring van zijn kudde. Een gevarieerde kudde. Zo komt hij binnen de gezichtskring van het verloren schaap. Dat wordt door hem opgezocht. Wat een verrassing. Binnen de gezichtskring... Van het gewonde schaap, dat wordt door hem verzorgd en geheeld. Binnen de gezichtskring van het weggedreven schaap, dat wordt door hem teruggebracht. Hij komt binnen de gezichtskring van het zieke schaap, dat hem nodig heeft en dat wordt door de Heer gesterkt en geheeld. En het is de Heilige Geest die kracht verleent aan dat Woord. Ik ben gekomen, dat is gerust. Die drie woorden in het Nederlands die zijn gerust waard dat we daar eens diep over nadenken en over mediteren. Dat is nou het wonder voor ieder die met de nood van zijn leven de stem van de goede herder hoort. En we kunnen het niet vaak genoeg horen, die woorden, en ze tot ons laten doordringen. Ik ben gekomen. Ja, en daar gaat de zin verder. Met welke bedoeling gekomen? Hoor maar, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. De goede herder geeft leven en levensvolheid. Hij alleen, hij helemaal. Door zijn offer ontvangen doodschuldigen het recht om te leven. En door zijn opstanding ontvangen ze de kracht tot een nieuw leven. Christus heeft het zelf gezegd dat die ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. En deze levende Christus die doet ons van dat eeuwige leven ook verzekering in de prediking en bij brood en wijn aan zijn tafel. En de Heilige Geest verzegelt het in ons hart. En die verbindt ons meer en meer aan de Heer Jezus Christus, zodat we Hem beter leren kennen en meer in Hem leren zien. Uit Hem ontvangen wij leven nu en tot in alle eeuwigheid. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Overvloed, dat is ook een mooi woord. Dat is een mooie zaak ook. Dat is niet slechts levensbehoud, dat is ook geweldig... maar dat betekent ook levensonderhoud. De levensvorst, de goede herder, zorgt ervoor... dat de zijnen zullen ingaan en uitgaan en weiden vinden. Hij leidt hen in de grazige weiden waar veel groen gras groeit... Hij spreekt van overvloed en dat wil zeggen volop en zonder beperking. Wat een geweldige boodschap heeft dat. Christus stelt er zijn eer in om zijn schapen van alle goeds te verzorgen. En daarom zeg ik laten we dan maar veel verwachten van hem die overvloed belooft. En hoe komen we daar nu aan? Ach gemeente, hoe dichter we nou bij die hendel blijven... Hoe meer we nou in de oefening van ons geloof, ons hart aan Hem geven, hoe meer dat leven overvloedsleven wordt, een leven waarin het ons aan niets ontbreekt. En dat is nou tot eer van de herder en van Zijn hemelse Vader. En met die bedoeling stelt Hij ook het avondmaal in. De grazige wijde van Zijn woord. De zeer stille wateren aan de dis. Al is het dan voor onze dis die we in de kerkbanken genieten mogen. Maar het is allemaal overvloedig. Nou, zegt iemand overvloedig. Dat zie ik nog niet zitten. Dat ene stukje brood. Dat simpele slokje wijn. Ja, toch wel. Want wij mogen daarin proeven de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En als er iets is dat met de naam Overvloed aangeduid kan worden... dan is dat wel de liefde van Christus. En liefde van de Vader die daarachter staat. O, oh, dat is zo geweldig rijk. Maar nu moet ik wel een vraag stellen. Is er bij u, bij jou... geestelijke verbondenheid... Die band van geloof en liefde met de goede heden, die mag uiteraard niet ontbreken om avondmaal te vieren. De weg van de zelfbeproeving, die wordt in dat bekende formulier aan ons voorgehouden, met niet met de bedoeling dat we het naast ons neerleggen, maar dat wij ermee voor het aangezicht van de Heren komen. Heren, doe mij in oprechtheid. Tot u deze naderen en als er iets tussen zit, neem het weg. Maar als die band er wel is, als u nou bij Peter mag zeggen, heren, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. O laten dan onze gebreken en onze tekorten, tekorten die we zeker betreuren, laten we die ons niet tegenhouden om dit brood en deze wijn aan te nemen en tot ons te nemen. Gelukkig, daar zijn er die komen. Komen tot Christus en ook tot zijn tafel. Of tot de gemeente waar de tafel misschien niet letterlijk aangericht staat... maar waar toch de gaven worden uitgereikt. En die tot hem komen, ja, die beleiden allen... Hetzelfde. Ik zeg niet dat ze het allemaal met dezelfde woorden doen, maar het komt toch wel hierop neer dat ze beleiden: Heer Jezus Christus, u bent het. U bent de goede herder, ook voor zo'n weerloos en dwaalziek schaap als ik ben. U bent het voor mij die bij u het leven zoekt. En wanneer we zo spreken. Dan verheerlijken we daarin zowel de Vader als de Zoon door de Heilige Geest. Wie de goede herder kent, heeft hem lief. Wie hem lief heeft, looft hem. Die eert hem als de goede herder die gekomen is, opdat wij leven en overvloed hebben. Heren, wij geloven u. En wij loven u. U alleen. U loven wij. Amen. Laten we samen de Heren danken. Heren, het is door uw goedheid en trouw dat wij hier een ogenblik bijeen mochten zijn om ons te bezinnen op het vieren van het heilig avondmaal. Wij danken u, Heren, dat het straks weer aan de orde mag zijn, dat we de dood des mogen verkondigen bij brood en bij wijn. En wij bidden u. Wilt u er uw zegen aan verbinden... dat wij met een heilig verlangen naar de zondag mogen toeleven... dat u di diener gesterkt mag worden om de diensten te leiden... waarin het avondmaal bediend wordt en waarin ook nabetrachting gehouden zal worden... en dat wij allen ons bij dat heilig evangelie betrokken mogen weten... met hart en ziel, dat het een goede zondag mag zijn... Dat wij gesterkt worden in het allerheiligst geloof. Het geloof in u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En het geloof in uw grote daden en in uw heerlijke deugden. Ja, dat wij gesterkt mogen worden in de hoop ook. Dat wij het leren, steeds beter leren. Dat wij. Vreemdelingen zijn, zoals u dat in uw woord ons voorhoudt. Geen wereldvreemde mensen, maar wel vreemdelingen die zich verbonden weten met u, de allerhoogste koning. En die onderdanen mogen zijn van het Koninkrijk der Hemelen. Heer, laten we heimwee zijn in die grote toekomst. Dat we mogen uitzien naar de dag waarop gij zult wederkomen om al de uwen tot u te nemen. En geef, heren, dat ons leven van dat besef, van dat maranatha, doortrokken mag worden. En dat wij mogen wandelen in de liefde, heren. Liefde tot u. Liefde tot elkander, broeder en zusterliefde. Liefde ook tot het verlorene, om dat te zoeken met woord en met levenswandel. Heren, wij hebben u veel te vragen... En wij bidden u dat u ons wilt gedenken, ook bij het horen van dit gebed in de Heer Jezus Christus, die onze gebeden reinigt en draagt voor uw aangezicht. En dat u het alles zo wilt maken dat wij ons verwonderen mogen, dan zal u de eer ontvangen en dan zal de zegen ons deel mogen zijn, alleen om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de bekende bundel Weerklank. Lied 56, laat me in u blijven groeien, bloeien. Let u vooral op de aangegeven tekst. Hier en daar zijn de woorden iets anders dan we dat vroeger op school leerden. Maar de strekking van het lied is dezelfde, uiteraard. En dat is een mooi lied om deze dienst mee te besluiten. Hem nu die bemachtig is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. We maken ons klaar om naar huis te gaan, en de Heer zegene u allen, u die hier bent en u die meeluistert.